Heer Bal, u heeft het woord. Ja, dank u voorzitter. Uh, in, in, in de sessie uh, kwamen we er toch met elkaar wel achter... dat het, uh, het een goed uh, plan is uh, om met New Future uh, verder te gaan... en eventueel tot een, een stukje uitbreiding te kunnen komen. En uh, daarom ben ik ook blij dat er een motie in die geest uh, is, uh, is uh, ingediend. Uh, op dat ook hopelijk... Uh, nog wat uitbreiding plaats kan vinden en dat college ons daarover kan, uh, kan rapporteren. Maar genezen is beter dan voorkomen. Uh, ik, ik zou toch ook nog wat aandacht. Tegelijkertijd. Nee. Oh nee, voorkomen is beter dan genezen, ja. 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 Maar ik zat nog bij het vorige onderwerp. En. Uh... Dat was het bruggetje. En, en dat, uh, dat betekent dat. Uh, dat ook in het kader van preventie. er nog uh, veel kansen liggen om, uh, om. onze jongeren hierin te helpen. En uh, het, het technische verhaal is ook nog. dat er een schuldeiser uh, komt. Dat heeft. Uh, elk voordeel heeft zijn nadeel. Die is wel goed. Oh nee, elk nadeel heeft zijn voordeel. Uh, dat, dat is ook nog uh, aan de hand. met. Uh, met het feit dat je een schuldeiser hebt. en je zou in de bijstand komen. Uh, dan vraag ik wel aandacht voor de. Uitkeringen die gedaan worden, eh, opdat er niet gekort wordt en de vakantiegeldopbouw eh, geblokkeerd wordt. Dat is wel wat technisch, maar eh, ik denk, ik wil het toch even eh, benoemen: dat als iemand in de bijstand komt en hij eh, wordt eh, gekort, dat dat een eh, gevaar op kan leveren voor de opbouw van zijn vakantiegeld, als dat maandelijks gebeurt. En eh, verder, eh, voorzitter, eh, is het prima, denk ik, om eh, op deze manier verder te gaan. Eh, de wethouder heeft toegezegd dat het eh, een. een een, 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 een document is wat flexibel is en waarop waar teruggekomen gaat worden. En uh, daar zie ik uh, naar uit dat we op een goede manier een stukje evaluatie mee kunnen nemen in, uh, in de toekomst. En ik hoop ook dat de motie daarbij uh, kan helpen. Maar daar gaan we het zo over hebben. Dank u wel, mevrouw Wolfs. Dank u wel, voorzitter. Uh, Velse lokaal uh, was wat kritisch tijdens de sessie, uh, maar wel positief kritisch. Net als de VVD. Um, wij hadden wat uh, vragen over nou, de, het, het, het echte verschil tussen het werken met jongeren en het reguliere traject. Uh, eigenlijk zijn die zorgen best wel goed weggenomen tijdens de sessie. We hebben echt een, uh, een heel gemotiveerd team daar gezien. Daar was ik erg van onder de indruk. Um, het stukje dat ze openstaan voor een. Het, het, aan, het aanpassen van hun aanpak, dat, dat stemt ons ook gerust. Uh, preventie, daar, uh, dat is ook iets wat wij heel erg belangrijk vinden. Het, 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 de doelgroep wat breder aanvliegen, dat vinden wij ook heel positief. En de toezegging van de wethouder om ook vroeg signalering in de aanpak mee te willen nemen, of in ieder geval het te onderzoeken, dat is uh, voor ons een heel belangrijk punt, waarvoor dank. Tot zover. Dank u wel, de heer Kwant. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, zoals door de vorige spreker al gezegd is, er is uitvoerig in de sessie over gesproken. Uh, LGV heeft uh, aangegeven dat uh, de, het enthousiasme van uh, de begeleiders van Permeens dusdanig hoog is. Dat, uh, en uh, de uitleg van de wethouder dat zij het, het inderdaad uh, positief ondersteunt. Uh, zijn wij van mening dat je dat een kans moet geven. En waarom moet je het een kans geven als je de jongeren aan de wortel... dus aan het begin, bij een beginnende schuld, kan helpen, begeleiden... zodat ze niet verder in het zwarte gat gaan vallen... en ze niet of mogelijk nauwelijks nog in aanmerking kunnen komen... met criminaliteit of drugs. Dat ze dus snel geld kunnen verdienen om ook snel uit de schulden te komen maar daar nooit meer uit de criminaliteit vandaan komen. Als het op deze manier van de andere kant ingefietst kan worden... dat ze dus schuldenvrij kunnen komen zonder criminaliteit... en weer een nieuw bestaan op kunnen bouwen... willen wij dat van harte ondersteunen. Er is ook aangegeven door LGV in de sessie... van als het enthousiasme zo doorslaat naar meerdere jongeren die zich gaan melden... of het budget van 120.000 euro wel toereikend is. Wij zijn van mening dat dat niet toereikend is... Maar de wethouder heeft inderdaad aangegeven het is een flexibel dossier. Dus mogelijk kan TCT, eh, als dat mocht blijken, de wethouder terugkomen, zodat er bijgestuurd kan worden. Maar voor dit punt, op dit onderdeel, met dit raadsvoorstel, kunnen wij van harte instemmen. Dank u wel. De heer Sintany. Dank u wel, voorzitter. Uh, we zullen sowieso instemmen met het uh, raadsvoorstel. Uh, ja, Velsenlokaal Lokaal gaf het zelf aan, ze waren kritisch, waren kritisch vooraf. Ik bedank Velsenlokaal Lokaal voor alle vragen die ze gesteld hebben. Want dat gaf heel duidelijk antwoord en inzicht in de, in de problematiek die daar speelt. Waarom wel of niet bepaalde dingen gebeuren. Uh, ja, voor de rest gaan we straks nog over de motie hebben. Tot zover, dank u wel. Dank u wel, mevrouw Pinkers. Dank u wel voorzitter, uh, met New Future helpen we jongeren van hun schulden af en met de intensieve begeleiding um, begeleiden we ze ook eventueel naar werk of naar school of um, pakken we andere problemen aan. Uh, de gemeente neemt de schulden over zodat er één schuldeiser is en daardoor minder st uh, stress is voor de, en uh, meer schuldenrust. Uh, zoals mevrouw Wolfs al aangaf tijdens de sessie vorige week, hebben we het ook over preventie gehad en ook over hulp voor de groep 16 tot 18-jarigen. Kan de portefeuillehouder toezeggen dat dit ook wordt meegenomen binnen het uitvoeringsprogramma van de armoedevisie? Uh, met de uitgebreide informatie die we kregen vorige week van de bevlogen medewerkers van Per Mens, denkt de PvdA dat we op de goede weg zijn met New Future en steunen we de voortzetting van deze aanpak. Dank u wel. Zag ik weer, Koppers. Ja. ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik twijfel. Dan, dan ging we een debat voeren. Ik had iets van, we gaan het debat over voeren. Toen kregen we een soort half stemverklaring een rondje. Dus ik denk, nou ja, dan, uh, om dat te voorkomen dat ik straks opnieuw ga doen, sluit ik me even aan in het rondje van wat vinden van het voorliggend voorstel. Um, en dan gaan we straks met de motie wel over de inhoud hebben. Um, ook de vvd velsen uh, had hetzelfde aandachtspunt als dat de LGV heeft. Um, dit soort jongeren helpen in problematische schulden. kan ook helpen om ze de weg naar de criminaliteit af te snijden. Omdat dan kan worden voorkomen dat door het aangaan van die schulden. of door het hebben van die schulden. Uh, mensen geen andere uitweg meer zien dan een criminaliteit in te gaan. En daar is de VVD echt geen voorstander van. Dus in die zin zijn we daar positief over. Tegelijkertijd uh, moeten we er als overheid, wat ons betreft, ook voor waken dat we niet een soort curling overheid worden die alle problemen van het leven maar wegpoetst uh, voor de doelgroep. Ze dus moeten ook toch wel uh, soms uh, zelfredzaam kunnen zijn en uitdagingen aan kunnen. Dus dat is een beetje de balans en daarom waren we ook positief kritisch. Uh, hè, helpen waar het uh, nodig is, maar niet onnodig doorslaan. En in die zin vind ik de discussie over de motie wel interessant uh, die we waarschijnlijk nu gaan volgen. Tot zover, dank u wel. Dank u wel. Meneer Panes. Dan sluit ik me ook maar aan bij een, een soort stemverklaring. Um, ja, de jongeren in Velsen, de GGD gaf aan dat een kwart scholieren denkt aan zelfdoding. De onderwijswethouder van Amsterdam gaf aan dat één op de vijf Nederlandse jongeren grote risico's neemt als het op geld aankomt. En in de Muidenkrant las ik dat er schokkende hoeveelheid jongeren verslaafd zijn aan drugs en alcohol... En dit zijn allemaal dingen die natuurlijk niet bijdragen aan financiële zelfstandigheid en een gezonde financiële huishouding. Uh, wij waren om deze reden ook ontzettend enthousiast over het plan wat ons voorgelegd werd. En uh, ja, wij denken natuurlijk graag mee in hoe we deze jongeren kunnen ondersteunen. Dank u wel. Dank u wel. Nog een ander uh, in de eerste termijn, de heer Cornet. Dan ook in de ronde stemverklaring, debat. Uh, ja, de de ChristenUnie is erg blij dat we een groep jongeren met grote problemen op allerlei gebieden en ook op financiële gebieden goed kunnen helpen. Um, uh, ja, ook wij zijn blij met de opening die Vels Lokaal heeft gebracht door, door uh, ja, dit mooi neer te zetten en dat we daar met elkaar goed het gesprek over konden voeren. Um, New Future helpt een aantal jongeren intensief om hun ernstige problemen op te lossen en daadwerkelijk uit de schulden te komen. Uh, nou, volgens mij is hier geen sprake van een curling overheid. Er is hier uh, ja, echt wat aan de hand en wordt hier uh, uh, goed op geacteerd. Nou, daarna, als ze uit de schulden zijn en weer op het uh, goede pad zijn, kunnen ze gericht stappen zetten naar een nieuwe toekomst, waarbij er dan ook nog begeleiding is. Dus uh, ja, ook wij zullen van harte instemmen met het raadsvoorstel. Dank u wel, mevrouw van Turnhout. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ja, voor GroenLinks is, het, uh, is dit een heel belangrijk plan. We zien hier uh, dat er echt naast jongeren wordt gestaan. Dat we doen aan preventie, dat we ook kinderen of jongeren weerbaar maken. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is in, uh, in dit voorstel. Um, ja, dus ook een, ja, een kort soort uh, stemverklaring. Uh, uh, wij... Uh, wij zijn heel enthousiast over, uh, over deze aanpak en uh, we gaan zo direct verder in uh, overleg van de motie om daar uh, inhoudelijk nog iets verder op in te gaan. Dank u wel. Dank u wel. Dat was het dan. De portefeuillehouder kreeg een vraag van mevrouw Pinkes. Heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, het was ook een mooie toevoeging uh, aan de discussie uh, tijdens de sessie over wat nou, hè, uh, 16 tot 18-jarigen. Nou, daar is ook over gediscussieerd. Valt dat, dat valt nog in de groep van verantwoordelijkheid van ouders, nog niet financieel zelfstandig. Tegelijkertijd constateerde ook per mens, ja, maar daar kunnen ook al problemen starten. En hoe goed is het als je ook die groep goed in beeld hebt? Uh, dus het is een mooie toevoeging. U zegt, ik wil hem koppelen aan het uitvoeringsprogramma Armoedevisie. Ik vind dat een mooie uh, suggestie. En tegelijkertijd zijn we ook bezig met het preventiebeleid opzetten. waarin u binnenkort wordt meegenomen hoe het proces en de planning gaat. Uh, en daar zou die ook mooi passen. Dus hij krijgt zeker ergens een plekje.